Er zijn in Nederland verschillende soorten bibliotheken. Openbare bibliotheken, universiteitsbibliotheken enzovoort. Er is echter maar één nationale bibliotheek. En dat is de Koninklijke Bibliotheek in Den Haag. Oftewel de KB. Die bevat het nationale geheugen van geschreven, gedrukte en elektronische publicaties, waarbij de nadruk ligt op Nederland. Bovendien is de KB een kenniscentrum voor wetenschappelijke informatievoorziening en een spil in landelijke en internationale samenwerking. Als nationale bibliotheek verzamelt de KB alles wat in en over Nederland wordt gepubliceerd. De KB ontvangt van de Nederlandse uitgevers een exemplaar van alle boeken, tijdschriften, kranten en elektronische publicaties voor het depot van Nederlandse publicaties. Ook brengt de KB een zo volledig mogelijke collectie bijeen over de Nederlandse geschiedenis, taal en cultuur. Daarnaast verzamelt de KB kostbare drukken en handschriften, wetenschappelijke literatuur uit binnen- en buitenland en speciale collecties, zoals miniaturen, kookboeken en een enorme verzameling over schaken en dammen. De KB-collectie telt meer dan 3,5 miljoen items met een totale lengte van 70 kilometer. Elk jaar groeit de KB met 1200 meter plank. Een scriptie of werkstuk schrijven, een wetenschappelijke publicatie voorbereiden, op zoek naar een oud recept of de krant van uw geboortedag, dat ene boek inzien dat u nergens meer kunt vinden. Hiervoor en voor nog veel meer kunt u terecht bij de Koninklijke Bibliotheek. U kunt thuis of waar dan ook beginnen. De KB-website is uw virtuele toegang tot de bibliotheek. Via de catalogus zoekt u naar publicaties die u direct kunt reserveren. U kunt ook allerlei informatiebronnen doorzoeken, zoals elektronische tijdschriften, online bestanden en databases. Vanuit verschillende databases kunt u direct artikelen downloaden. De KB investeert veel in onderzoek en innovatie om de toegang te blijven garanderen tot de kennis en cultuur van het heden en verleden. Kostbare stukken worden gerestaureerd en geconserveerd. En de KB is op grote schaal aan het digitaliseren. Middeleeuwse handschriften, kranten, tijdschriften, alles wordt gescand en op het internet geplaatst. Langzaam maar zeker ontstaat zo een digitale afspiegeling van ons cultureel erfgoed. Veel publicaties verschijnen tegenwoordig rechtstreeks in elektronische vorm. Maar zelfs elektronische bestanden raken onleesbaar, want computers en software worden voortdurend vernieuwd. Ook websites worden telkens aangepast. De oude versies verdwijnen in een digitaal niets. Hoe voorkomen we een gat in ons geheugen? Een belangrijke taak van de KB is het bewaren en toegankelijk houden van de nationale productie van elektronische publicaties. Dit gebeurt in het e-depot, een geavanceerd systeem dat grootschalige en duurzame opslag van digitale informatie mogelijk maakt. Jaarlijks verwerkt de KB meer dan 1,5 miljoen elektronische publicaties. In de ruim 200 jaar sinds haar oprichting is de KB uitgegroeid tot een nationaal en internationaal gewaardeerde instelling met zo'n 400 medewerkers. U bereikt de KB na een korte wandeling vanaf het Centraal Station in Den Haag. En als u er toch bent, bezoek dan ook eens de andere culturele instellingen bij het KB-gebouw. Het Nationaal Archief bijvoorbeeld, of het Centraal Bureau voor Genealogie. Vergeet vooral niet een bezoek te brengen aan de Verdieping van Nederland. Een prachtige gratis tentoonstelling met topstukken van de KB en het Nationaal Archief. Bij een bezoek aan de KB vindt u veel meer dan u zocht.